François, je verliest met 2-1 van Excelsior. Is dat een terechte uitslag volgens jou? Nee, maar als je niet wil winnen, dan krijg je dit. Tom Overtoom, volgens mij speel je hier een prima pot bij Excelsior, maar toch verliezen jullie met 2-1. Hoe sta je hier? Ja, klopt. Ik denk dat we heel goed begonnen. Daarna geven we het wel weg. Geven we het initiatief weg en laten we hun in de wedstrijd komen. Dat resulteerde ook meteen in de 1-0 na de wedstrijd, of na de rust. We komen goed terug op 1-1 en ik denk dat er dan op zich niks aan de hand is. Alleen ja, één momentje van onoplettendheid en ze maken hem. En dan, dan kunnen zij achterover hangen. En, moet je heel secuur zijn in de passing, maar dat waren we vandaag niet. Ik weet dat jongens niet het veld op gaan om niet te willen winnen. Maar ik vind dat wij veel te weinig initiatief hebben genomen in deze wedstrijd op het eerste kwartier. 20 minuten na, waarin we eigenlijk gewoon dominant waren, goed de vrije man konden vinden. Ja, en daarna eigenlijk onszelf uit die wedstrijd spelen door hele rare keuzes aan de bal te maken. Ik vond je heel eerlijk gezegd wel sterk invallen. Nou, dankjewel. Ik voel me goed. Ik ben gretig, zeker na die weken dat ik niet gespeeld heb. Ik wil me bewijzen. Ik weet dat ik makkelijk mee kan en dat ik hier, als het moet, het team zelfs naar me toe kan trekken. En dat wil ik nu ook gewoon laten zien. En als ze me de kans geven, dan pak ik die ook. Ja, je zegt het een beetje zelf al. Er was eigenlijk vrij weinig aan de hand. De wedstrijd kabbelde een beetje voort en ineens ontvlamde die totaal. Waar ligt het dan aan? Aan onszelf. Ja, aan onszelf. Maar worden er dan afspraken niet goed uitgevoerd of wat is dat? Jawel, kijk, uiteindelijk maak je afspraken over de manier waarop je verdedigt, een bepaalde structuur. Kijk, aan de bal is het ook een beetje zien van waar liggen de ruimtes. En in dit geval hebben we eigenlijk de hele week getraind op de manier waarop wij verwachten dat Excelsior zou spelen. Nou, deden ze precies. We hadden een vrije man op het middenveld. Dan moet je initiatief nemen, dan moet je vrijlopen, dan moet je durven vooruit te spelen. Nou, uiteindelijk als de tegenstander iets anders gaan doen, dan moet je een goede keuze maken aan de bal. Ja, op een gegeven moment brachten wij elkaar zodanig in de problemen met passes breed of passes terug. Of doeltrappen die we namen. Ja, dat je hun een beetje momentum weer geeft. Dan hebben we onszelf op die momenten gewoon uit de wedstrijd gespeeld. Is dat ook de reden waarom je die wissels doorvoerde met Larty Sanchez en ook met Tom Overtoom die erin kwamen? Ja, om mee te maken. Ja, we vonden dat op het middenveld wat meer voetbal nodig hadden. Nog meer voetbal om door te kunnen voetballen. En met Jellert ging dat moeizaam aan die kant. Bart had moeite met hun sterke, fysiek sterke linksbuiten. Uiteindelijk komt daar uiteindelijk nog een goal vandaan. Maar ja, goed, in de rust al een signaal gegeven dat een tandje meer moest. En vooral dat we dingen gewoon beter moeten doen aan de bal. Sneller, duels winnen en het initiatief weer pakken en durven te pakken. Ja, en uiteindelijk moet je ook een signaal afgeven als dat niet goed gaat door jongens te wisselen. En aan andere jongens te brengen die hun kans ruiken. Nou, de laatste weken werd er gezegd dat er wat voetbal miste op het middenveld. Iemand anders vrij voor de keeper kon zetten. Nu val jij in ieder geval wel in het laatste half uur. Is dat toch wel prettig voor jou? En met uitzicht op je concurrentie op het middenveld? Ja, dat is prettig. Ja, iedereen wil spelen en ik ook. En als ik dan weer minuten kan maken na die hele lange periode zonder, dan is dat wel heel lekker, ja. Ja, en dat signaal was duidelijk. Er vielen een paar jongens in die al een tijdje niet zo heel veel minuten hebben gemaakt. Onder andere Overtoom, onder andere Wolters. Hoe hebben die dat ingevuld volgens jou? Ja, de Randy was ook heel kort. Hè. Op het einde wil je wat opportunistisch gaan spelen. Nou, dat doet de tegenstander een tegenzet. Die zetten een nieuwe rechtsback erin. En die gaan dan steeds Randy dubbelen. Nou, Tom viel volgens mij goed in aan de bal. Zie je wel, hè. Hij is vaardig aan de bal. Maar goed, uiteindelijk krijg je daar weer een goal tegen. Waarin we zo'n rare keuzes maken aan de bal. Ze hebben de bal weer snel kwijt. En dan ligt hij bij ons in het mandje. Ja, ik denk dat we deze nederlaag volledig, maar dan ook volledig aan onszelf te wijten hebben. Maar ik denk dat we op dit moment de trainers wat anders nodig hebben en daarom mij brengen. Waar ze de voorbije weken voor andere types kozen. Volgende week Almere, een soortgelijke ploeg. Wat verwacht je daar? Ja, dat gaat nog te ver. Almere is nog een week te ver. Ik zit nu nog even een beetje in de teleurstelling van wat we vandaag gezien hebben. En nogmaals, als je van een hele goede ploeg verliest, met alle respect voor Excelsior, dan kan je er vrede mee hebben. Maar ik denk dat wij, zoals we begonnen, als we dat kunnen volhouden en daar veel meer uit halen, dat wij van deze ploeg niet hoeven te verliezen. En ik denk dat we dit nogmaals volledig onszelf aan kunnen rekenen. En dat moet ik Almere beter. Want je wil wedstrijden verliezen van tegenstanders en niet van jezelf. Vandaag speelde je tegen een oude ploeg van jou. Volgende week zat er weer een oude ploeg op het menu. Maar dan met een basisplaatje? Nou, dat weet ik niet. Heb je zo niks over te zeggen? Nee, dan moet je aan de trainer vragen. Ja, heel cliché, maar daar ga ik niet over. Ik doe mijn best op elke training en bij elke invalbeurt. En wat het resultaat is, volgende week zien we wel. Ik hoop het voor je. Succes.
dan zat het erin vandaag en had je ook goede zaken kunnen doen voor de periode. Of in ieder geval in het spoor kunnen blijven van Cambuur en Volendam. Steekt dat niet toch een beetje dat dan nu toch afgelopen is eigenlijk? Ja, dat steekt mij in die zin wel. Niet dat we hadden dat niet in eigen hand, want Cambuur en Volendam, als die wonnen, dan moeten we achtervolgen. Maar je weet wel dat het misschien de laatste kans is zij spelen ook een uitwedstrijd, om misschien als zij wat laten liggen, goede zaken te kunnen doen. Hey, dan moet je wel met lef spelen en met durf spelen en jezelf niet verschuilen en dit op de mat leggen. Nogmaals, ik denk dat niemand bewust op die manier het veld in gaat. Maar we gingen eigenlijk van een hele goede start naar steeds minder. Als ik jou zo hoor, wordt het geen gezellige busreis terug? Nee, dat was sowieso wel een heel eind. Kijk, ik denk als we als spelers ook in de spiegel kijken, dan moeten we concluderen dat dit gewoon echt te weinig was. En het meest erge vind ik altijd dat mensen dan roepen, en dat doe ik ook al mee, van daar had meer in gezeten. Maar ja, dat is leuk, dat moet je in de wedstrijd voelen. Ja, daar hebben we te weinig mee gedaan. Hopen dat volgende week wel gebeurt. Niet hopen, dat moet gebeuren. In ieder geval initiatief tonen, dan kun je ook verliezen. Maar dan ga je wel met opgeheven hoofd en nu hebben we het een beetje over onszelf afgeroepen. Dankjewel, succes volgende week.